Als het gaat vriezen, worden alle Friezen vrolijk, toch? Dat was een tekst dat ik zong in de familievoorstelling van de lawaai in 2017. Friesland is met veel woorden te omschrijven. Een van deze woorden is koud. Heel koud. Het zijn en ze vriezen. Alles in Friesland draait om de kou. Denk aan de poeiermolken, aan de snert, aan de soekerballen bij de kriest en natuurlijk de nu mythische Elfstedentocht. Friese zelf zijn ook kil. Nou ja, afstandelijk, dat is het. Het is niet makkelijk om je thuis te voelen bij Friese in huis. Friese zijn traag en nuchter. Maar wat is Drachten? Ik zie Drachten als poort naar Friesland, als introductie op de Friese cultuur. Drachten is zo groot geworden als het is omdat Philips werkers nodig had. En die werkers werden uit heel Nederland gehaald. Dus gelukkig maar, en misschien ook daarom, dat drachten het meest Nederlandse stukje Friesland is. Drachten. Van jullie is veel te verwachten, omdat jullie deze koude Friese cultuur verzachten. Het is bij jullie mogelijk deze Friese taal te trachten. Tenminste, dat gevoel is er. Frieske is moeilijk. Maar goed, ik benoem mijn gedachten. Drachten. Een plek van introductie. De hoofdstad van acclimatie, van admiratie, van Friese acceptatie, van adoptie. Mijn droom voor Drachten is dat Drachten deze taak erkent. Een Fries culturele hub en daarin raak je aan ons koude cultuur gewend. Want als het gaat vriezen, worden alle vriezen vrolijk, toch? Nou, in Dracht is het herfst, en daar zul je vinden wat je zocht.